Vragen over het treinaanbod in de streek van Antwerpen, provincie Antwerpen, tussen Antwerpen en Brussel. En de eerste spreekster is mevrouw Van Peebog met twee vragen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, op woensdag 14 februari, het was Valentijn, hè, wou ik samen met een heel wat andere treinreizigers de trein nemen naar Brussel, hè, naar het parlement toe. En zoals u inmiddels weet, ja, werd dat treinaanbod op die lijn begin vorig jaar al, hè, teruggeschroefd, namelijk van 2 naar 1 trein per uur per rijrichting. Een inkrimping die vandaag nog altijd van toepassing is, spijtig genoeg. En komt daarbij, en dat is toch wel een bijkomend pijnpunt, dat die ene trein die nog rijdt, dat die vaak te laat komt of gewoon afgeschaft wordt. En dat was ook zo op die fameuze ochtend. Hè. In beide rijrichtingen, daar werd telkens ook aangekondigd dat een trein zou stoppen, maar die treinen die razen telkens voorbij. Na 1,5 uur was er dan toch een zeer korte trein die gestopt is. En dat gaf natuurlijk heel wat overlast, omdat de mensen die inmiddels op het perron stonden nauwelijks op die trein konden. Ik kan u zeggen dat de liefde voor de NMBS en voor u op dat moment toch ver zoek was, ondanks Valentijn. Nu, Mortsel bevindt zich in een regio die te kampen heeft met heel wat mobiliteitsproblemen. En we proberen inwoners van Mortsel, maar ook van de Zuidrand, toch echt naar die alternatieve vervoersmodi te brengen. En ja, die inperking, maar vooral de onvoorspelbaarheid van die ene trein, dat maakt mensen toch bijzonder boos en jaagt ze opnieuw in de wagen. En vandaag opnieuw, voor de 3e keer op rij, ik ga ermee terugkomen totdat ik een perspectief krijg, hè. Een aantal vragen van, u hebt gezegd, er worden mensen aangeworven. Hoe staat het daarmee? 1. 2, stel dat dat niet vordert, is het dan toch niet mogelijk om personeel te detacheren van elders, al is het tijdelijk. 3. Wanneer kunnen we in Mortsel-Oudegod opnieuw rekenen op 2 treinen? En 4. Kan u ons tenminste de zekerheid geven dat als er 1 trein rijdt, dat die stipt zal rijden en effectief komt opdagen. Dat wat betreft, meneer de voorzitter, mijn vraag voor... doe ik meteen de aansluiting met de tweede vraag? Ja, want dat gaat eigenlijk over een andere problematiek. Ik hoop het toch. Ik hoop dat dat niet te maken heeft met personeel. De lijn 12 is Antwerpen. Daar heb ik een aantal mails over ontvangen van treinreizigers die toch heel... ook weer boos zijn, hè. Omdat er weer treinen afgeschaft worden op die lijn. Aanleiding zijn daar weliswaar de werken die door Infrabel zullen worden uitgevoerd in 23 enerzijds. Hè, vernieuwd TUC Rail in opdracht van Infrabel de bovenleiding tussen Antwerpen, Noorderdokken en Ekeren. En anderzijds worden er ook saneringswerken en vernieuwingswerken aan de overwegen en bovenleiding uitgevoerd. Hè. Het treinverkeer zal onderbroken worden gedurende een aantal weekends, maar geen nood. Er zal een aangepaste treindienst zijn en er zullen vervangbussen ingezet worden. En daar, meneer de minister, knelt toch wel een schoentje. Hè. Sinds begin 2022 rijden er in het weekend vaak geen treinen tussen Antwerpen en Essen. En dan zijn er die vervangbussen, maar er is toch wel een probleem mee. Men stelt vast dat die vervangbussen vaak een uur trager zijn dan de trein. Ze vergeten al eens een halte of raken de weg kwijt. En informatie dan vinden hierover in de station is dat nog wel mogelijk, maar elders niet. Nu, momenteel zijn ze daar bezig met het opstellen van een radicaal duurzaam mobiliteitsplan. En ja, eigenlijk stellen ze zich de vraag, ja, van... kan daar niks verbeteren aan die situatie, want anders dan staan we met onze rug tegen de muur. En ook mensen gaan natuurlijk de rug toekeren naar het openbaar vervoer. Dus mijn vragen, wie legt die vervangbussen in? Is het de NMBS in samenwerking met een privéfirma? 2, waarom rijden die bussen een uur trager dan de trein? Of vergeet ze wel eens een halte? Waar loopt dat nu juist mis? En dan 3, wat als het misloopt? Waar kan je dan telefonisch terecht? En dan de laatste vraag, wanneer gaat daar alles genormaliseerd worden qua treinverkeer op die lijn 12? Ik dank u alvast voor de antwoorden op beide vragen. Dank u wel, mevrouw Van Peebog. Meneer De Rover, u heeft het woord. Dank u wel. Net zoals de collega's al, is deze vraag ook door mij al gesteld. En wie weet, moet ze nog gesteld worden. Maar de volhouders winnen.
wanneer je inderdaad zoals een stad, want dat is het officieel, als Mortsel, vele mensen en veel inwoners heeft aangetrokken, net omwille van het feit dat daar in principe een goede verbinding Antwerpen-Brussel is. Wat dus voor vele pendelaars een mooie mogelijkheid biedt om inderdaad de wagen te laten staan. Dan is de tijdelijke maatregel, tijdelijk tussen aanhalingstekens, om van 2 naar 1 aansluiting per uur terug te schroeven. Een aansluiting die bovendien erg krakmikkelig is, lamentabel soms, zoals net gezegd, afgeschaft, vertraagd enzovoort. Dan, dan is dat iets wat de reclame voor uw bedrijf op een drukke lijn, op misschien de belangrijkste lijn van het land, dan is dat pure anti-reclame. En mensen kunnen hun afspraken in Brussel niet nakomen. Mensen kunnen wanneer ze terugkomen afspraken thuis niet nakomen. Alle ellende van dien. We hebben er al een paar keren vragen over gesteld. U hebt daar antwoorden op gegeven die weinig bevredigend waren. En dus, maar u hebt wel een aantal dingen aangekondigd en over de gang van zaken had ik u vandaag graag gehoord. In uw antwoord op 17 januari gaf u aan nog te wachten op de resultaten van de telling van oktober 22, aantal reizigers in Mortsel Oude God. Hebt u die ontvangen en zo ja, kan u ons die meedelen? 2. U gaf het tijdstip waarop de tweede IC-verbinding Antwerpen-Mortsel-Oudegod-Brussel opnieuw zou worden ingevoerd, dat dat afhankelijk is van de beschikbaarheid van personeel. Maar dat u een actieplan daartoe had opgesteld, graag een stand van zaken in het aantal aanwervingen en uw actieplan. En kan u tenslotte nu meedelen wanneer u de reizigers in Mortsel terug die tweede verbinding per uur kunt aanbieden. Dank u. Meneer de minister, u heeft het woord. Ja, bedankt collega's. Ik antwoord dus ook een beetje aan de vorige vraag van meneer Van den Berg. Dank u voor uw verschillende vragen over dit onderwerp. En ik weet dat ik zal nog vreselijk vragen krijgen. Maar ik heb antwoorden. Om te beginnen, mijn kabinet en MBS en Infrabel blijven de situatie op de voet volgen en doen er alles aan opdat de reizigers opnieuw op zijn, op haar trein kan rekenen in de regio. Ik kan jammer genoeg nog niet antwoorden op de vraag wanneer de dienstverlening in en rondom Antwerpen opnieuw volledig gegarandeerd zal zijn. Ik doe er alles aan opdat dit zo snel mogelijk het geval zou zijn. En dat hangt hoofdzakelijk af van de versnelde aanwervingen door de spoorbedrijven die volop bezig zijn. Ondanks de moeilijke arbeidsmarkt zijn er de afgelopen maanden 33 treinbegeleiders en 17 treinbestuurders specifiek voor Antwerpen gestart. Er wordt nationaal volop gerecruteerd, waarbij er tegen de zomer een gevoelige stijging zal zijn van het inzetbaar effectief van treinbegeleiders. De aanwervingen in de regio Antwerpen blijven wel moeilijk verlopen wegens sterke concurrentie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met Haven van Antwerpen. Daarom wordt er onderzocht om te schuiven met werklast. Daarnaast volgen de NMBS en Infrabel de stiptijd van het treinverkeer op de lijn 25 dagelijks op. Zij hebben op mijn vraag een gezamenlijk actieplan ontwikkeld voor de verbetering van de stiptijd. Dit plan bevat een aantal concrete acties op kort en langere termijn. Een aantal acties zijn in uitvoering, andere vergen grote investeringen en situeren zich dus op de langere termijn. De uitvoering van dit plan wordt door het management van beide maatschappijen opgevolgd. Betreffende de reizigersstellingen, deze hebben inderdaad plaatsgevonden en NMBS communiceert mij dat de verwerking daarvan nog gaande is. Wat de communicatie betreft, mevrouw Buist, dit is inderdaad een belangrijk aandachtspunt en ik heb NMBS gevraagd om hiervoor een oplossing uit te werken om beter te communiceren naar de reizigers toe. Het is de basis van een goed dienstverlening.
Mevrouw Van Peborg, voor uw vragen over de lijn Essen-Antwerpen. Dezelfde vraag dan meneer Van den Berg. In geval van werken met een aangekondigd lijnonderbreking wordt ruim op voorhand met Infrabel bekeken wat de impact is. Vervolgens wordt nagegaan op welke manier het treinverkeer best wordt bijgestuurd. Soms kunnen treinen omgeleid worden via een andere reisweg. In de meeste gevallen is er echter geen andere optie dan vervangbussen inleggen. Er wordt telkens gezocht voor een aanvaardbaar openverstaptijd tussen trein en de bus. De vervangbussen doen hetzelfde traject aan als de treinen die ze vervangen. Iedere voorziene halte per trein wordt ook aangedaan per bus. Op die manier wordt voor alle reizigers een alternatief voorzien bij werken. Helaas is de reistijd wel langer dan per trein, omdat de reis tussen twee haltes over de weg langer is dan per trein op eigen bedding. De dienstregeling van de geplande vervangbussen bij werken wordt gecommuniceerd via de routeplanner van de NMBS. Een kwalitatieve busdienst staat voorop. Dit betreft onder meer het strikt naleven op het hele traject van de voorziene dienstregeling en de geplande haltes, zodat de passagiers de bus of hun aansluiting op een ander station niet missen. NMBS evalueert de prestatie van de betrokken busfirma na afloop van iedere busdienst. Dit gebeurt aan de hand van feedback van het NMBS-personeel en van reizigers. Indien zich problemen hebben voorgedaan, worden oplossingen gezocht met de busfirma. Dank u wel. Mevrouw Van Peborg. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dat meneer de minister, ik moet zeggen dat ik echt wel teleurgesteld ben in uw antwoord. Hè. Als ik vraag wanneer, zo snel mogelijk, maar niet wanneer, ik krijg geen tijdstip. Hè. Personeel, ik heb cijfers gehoord van u, maar ik hoor eigenlijk geen andere cijfers dan hetgeen wat ik gehoord heb de vorige keer. In het antwoord op mijn vraag. Maar misschien ben ik daar niet juist, maar ik zie daar toch niet echt de vordering zoals dat het moet gebeuren. U zegt stiptijd volgen, ja, dat is goed. Maar stiptijd verzorgen, denk ik, is nog wel beter. Ja, en dan kan ik alleen maar besluiten dat we gaan terugkomen met die vraag. Elke keer, elke maand, hopende dat het misschien toch wel wat kan bespoedigen en dat we zo snel mogelijk effectief terug die twee treinen per uur hebben, per rijrichting, of tenminste één trein die stipt gaat rijden. Wat betreft de vraag naar de lijn 12, Essen-Antwerpen. U zegt daarvan, de reistijd is langer, dat kan ik begrijpen, hè, met die bussen. Maar het feit dat bussen niet komen opdagen, ja, dat kan en dat mag niet. Punt. Hè. U zegt dan ook van, ja, dat wordt wel geëvalueerd. Hè, en er wordt naar oplossingen gezocht. Maar ja, blijkbaar is dat dan toch niet zo vanzelfsprekend in de praktijk. Dus we gaan dat ook blijven opvolgen. En als dat blijft problemen stellen, zullen we ook blijven vragen stellen daarover. En zeker ook de vraag naar een meer serieus in zaken de evaluatie en de oplossingen. Ik dank u alleszins voor de antwoorden. Al waren ze wel wat teleurstellend. Dank u wel, mevrouw Van Peborg. Meneer De Rover. Compliment voor meneer De Rover voor zijn repliek. NMBS zegt mij dat de cijfers, de reizigersstellingen, zijn online vanaf vandaag. U kan dat terugvinden op de site van NMBS. Ik kan u de goede link bezorgen. Meneer De Rover, een bijkomend element. U ziet wat een beetje oogcontact kan doen. Meteen komt er vooruitgang in het dossier. Maar in alle ernst kan mij daar ook alleen maar bij aansluiten dat het antwoord natuurlijk voor de betrokken reizigers in Morsel absoluut teleurstellend is. Want het is min of meer hetzelfde. Het komt ervan, maar ik weet niet wanneer. Vraag het nog eens volgende maand. Wat we natuurlijk ook zullen doen.
Dus je antwoord is een zoethoudertje, maar wel een zuur zoethoudertje. Er wordt ook volk gerecruiteerd, maar of dat nu effect heeft in de dienstverlening, dat mogen we ook niet vernemen. Ja, bon, dan weet ik eigenlijk niet wat de hele bedoeling is. Ik wil er toch op wijzen dat het betrokken station net niet in het eerste kwart van de veel bezochte stations zit. Dus min of meer 75% van de stations die tellen minder reizigers. Dan heb ik het over de cijfers natuurlijk voor de ingreep. En dat zijn zoveel mensen die nu neigen om terug over te stappen naar de auto wanneer zij zich moeten verplaatsen. En dat is een niet alleen een slechte zaak natuurlijk voor de mobiliteit op de wegen, maar dat is ook vooral een hele slechte zaak voor de roep van de NMBS als instelling, net, en ik kan het alleen maar herhalen, op een lijn waar zeer veel mensen actief hebben gekozen om zich te vestigen in de buurt van een station, omdat ze daarop rekenen dat ze op die manier op een min of meer aangename, min of meer betrouwbare, ecologisch, maar ook anderszins goede manier zich kunnen verplaatsen naar hun werk en dat ze vandaag moeten vaststellen dat dat niet gegarandeerd wordt onder het beleid van een groene minister van Mobiliteit. De ironie is, zal u hierbij niet ontgaan. Hen ook niet, trouwens. Dank u wel.